De Heere zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd dreef de geest Jezus naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeer u en geloof in de blijde boodschap. Zo spreekt de Heer. Dierbare broeders en zusters in Christus. Beproevingen zijn al bekend voor ons allemaal als de gelovigen. En de beproevingen zijn onvermijdelijk in ons leven. In zekere zin zijn ze zelf nodig. Maar Jezus leert ons in het Onze Vader aan God te vragen. Breng ons niet in beproeving. En daar staat deze vraag achter. Wie houdt staan in de beproeving? Broeders en zusters in Christus, laten wij vanuit die gedachte naar het evangelie van vandaag kijken. In die tijd dreef de geest Jezus naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Dus we lezen vandaag uit het evangelie volgens Marcus. De evangelist Marcus is heel kort. Matthäus en Lucas beschrijven meerdere bekoringen afzonderlijk. En die bekoringen zijn manieren waarmee Satan Jezus op de proef stelt. Ieder mens wordt anders beproefd. Ieder mens is gevoelig voor andere bekoringen. En de Satan zal ieder mens dan ook aanpakken op zijn of haar kwetsbare punt. Maar waarom laat God dat toe? Waarom brengt de Heilige Geest Jezus naar de woestijn om de proef te doorstaan? Wij, broeders en zusters in Christus, wij moeten onderscheid maken tussen de gewone beproevingen van het leven die ieder mens gelovig of niet gelovig meemaakt en de beproevingen die direct onze relatie met God betreffen. Dat zijn de beproevingen van Jezus. Een moderne, maar ook al stokoude beproeving van de mensheid is de trouw. Trouw aan de naaste, trouw aan het leven en de levenskeuze en de trouw aan God zelf. Drugs bijvoorbeeld. Drugs gedogen is een bekoring. Daarmee hoopt men de criminaliteit te beteugelen. Legale prostitutie bijvoorbeeld is ook een bekoring.
Daarmee denkt men vrouwen te beschermen. Legale abortus is ook een bekoring. En daarmee denkt men een persoonlijk probleem op te lossen. In ons dagelijks leven, echtscheiding bijvoorbeeld, is ook een bekoring. En daarmee lijkt het huwelijksprobleem opgelost te worden. Maar het blijven stuk voor stuk bekoringen. En dit soort oplossingen komen niet van God en leiden ook niet naar Gods koninkrijk. Uiteindelijk maken ze de schade groter. De mentale, de geestelijke, maar ook fysieke schade van individuen en van de hele samenleving. Breng ons niet in beproeving. Zo leert Jezus ons dat te vragen in de laatste bidden van het Onze Vader. Breng ons niet in beproeving. Vroeger baden we, leid ons niet in bekoring. Maar die vertaling voldoet niet, omdat de bekoring zelf nooit van God komt. Jezus bedoelt hier de beproeving die God toelaat. Een beproeving waarin de machten van het kwaad vrijspel lijken te krijgen. En in dat gebed vragen wij in feite dat God de beproeving niet groter maakt dan nodig is. Dat Hij ons niet boven onze macht beproeft. En dat Hij ons kracht geeft staan te houden in de beproeving die niet te vermijden zijn. En wat Jezus heeft gedaan gedurende 40 dagen in de woestijn, broeders en zusters in Christus. Hij vast. Dat is belangrijk. Door het vasten komt zijn relatie met zijn Vader beter. Bij het vasten komt het overwinning met deze beproevingen. Dus Hij leert ons ook om te vasten. En vergeet niet, vasten is een van de 5 kerkgeboden. Dus wij als volwassenen katholieken zijn verplicht om te vasten. En dat is een van de manieren hoe wij onze relatie met de Heer verbeteren. En hoe wij, zoals Jezus, met de beproevingen kunnen overwinnen. Zo, broeders en zusters in Christus, laten wij God vragen om ons te sparen van de belangrijkste beproeving, de beproeving waardoor we geneigd zijn onszelf van God af te keren, andere wegen te gaan dan zijn wegen, andere oplossingen te bedenken dan zijn oplossingen. De bekoring waardoor wij beproefd worden in onze trouw aan God. En daarvoor raadt Jezus aan te bidden, brengt ons niet in beproeving. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuw.